De Alexander Sweet School de Livorno heeft vandaag haar 110-jarig bestaan gevierd. Dit heugelijk feit wil de schoolleider Wireen Sjangoor niet zomaar voorbij laten gaan. Er is dus besloten een feestje te houden voor de leerlingen en leerkrachten. Ook is er een nieuw naambord onthuld en is het onderhoofd Sita Sariman extra gewaardeerd voor haar bijzondere inzet op de school. De Alexander Sweet School staat bekend om haar redelijk goede prestaties, vertelt Sjangoor in haar interview. Het is ietsje meer geworden, het is iets beter gegaan. En kijk, streef is altijd boven de 80%. Ja, en we halen dat, dat is wel haalbaar. Maar u weet, die 100% verwacht je ook een keertje. Maar dat we extra hard moeten werken, dat doen we nu al. Maar het streef is toch wel ergens toch nog die 100% te halen. Vooral als we kijken naar leerjaar 8, dus klas 6. Want kijk, meestal focus men zich op klas 6. Hè. Toets, men kijkt niet naar de rest. Maar als we overal nemen, hebben we altijd boven de 80% gescoord. Ja. Vaak horen we in het veld dat er geklaagd wordt over middelen, leermiddelen, dat de scholen niet uitkomen. Hoe gaat het hier? Dus kijk, dat geklaag hebben we al, is iets niet van nu, is al iets van jaren. Toch? Je hebt vaak als je start, dan heb je misschien nog niet alle leermiddelen ontvangen. En tekort aan boeken, dat hebben we nog steeds. Maar wij als leerkrachten zijn zo inventief. Dat wij dus dan toch wel op een of andere manier aan een oplossing kunnen komen. En je hebt ook ouders, we doen geen ouders. En je hebt ook ouders die zeggen van oké, dus maar dan ga ik wel een boekje kopiëren voor mijn kind. Of we gaan een boek aanschaffen voor dat kind. Dus we doen ons best om de leerstof toch zo goed mogelijk over te brengen bij al onze kinderen. De school is 110 jaar terug begonnen met enkele klassen. Vandaag de dag telt het gebouw 14 klassen waar 433 leerlingen les volgen, vertelt Sjangoor verder. Zo aan de leerlingen heb ik, ja, zeg ik van blijf je best doen. Weet je? De school is heel belangrijk. Is een tree van de trap in je leven. En probeer altijd je best doen op school. De negativiteit, negatieve gedrag gewoon achterwege laten. En als je je beste beentjes voorzet, dan ga je sowieso je doel bereiken. Je moet altijd een doel voor ogen hebben. En dat zeg ik ook aan mijn kinderen van een doel voor ogen hebben en streven daarna en werken daarna. Ja, en de gemeenschap, nou, we zitten hier in de gemeenschap zoals Livorno en ik mag niet klagen. We hebben, als je een beroep doet op de gemeenschap hier in de buurt, word je altijd geholpen. Mensen zijn altijd willing om iets te doen voor de school. Kijk, als je het zichtbaar maakt, men ziet van er gebeuren dingen, dan gaat de gemeenschap en de mensen in de buurt gaan altijd wat hun bijdrage leveren ook aan ons. Schoolhoofd Wireen Sjangoor van de Alexander Sweet School te Livorno. De school bestaat zondag 16 januari 110 jaar en heeft dit heugelijk feit vandaag gevierd.